SED en de Nationale Assemblée dan Vivi Arbeidswetten de wijziging. A discussie no be makiliki. A be hebi, ma tokuso de keurden goed. A be de taki na sebi arbeidswetten de biochai kengi kwaini. Ma wan piki misverstand be onsta pe toevoeding no be de tapaleis. Ma de wo kogodo. Anga di tencha negi sting algemeen de keur na wijziging goed. Meke gogo luku na collage di wi meke giu abana vergadering fu eside. Voorzitter, noodzaakwijziging van de arbeidswetten. De arbeidswetten, de wijzigingen die gaan plaatsvinden, zal ik even volgorde opnoemen. Houden de nadere wijziging van de arbeidsgeschillenwet 1946. Houden de nadere wijziging van de arbeidswet 1963. Ze zijn allemaal wel gewijzigd, maar die laat ik even. Ik noem alleen van welk jaar we gaan wijzigen. Houden de nadere wijziging van de ongevallenregeling, zoals laatst gewijzigd bij Staatsblad 2007, nummer 111. Houden de wijziging van de vakantiewet 1975, Staatsblad 1975, nummer 164c, zoals laatst gewijzigd. Houden de nadere wijziging van de veiligheidswet, zoals laatst gewijzigd bij Staatsblad 1980, nummer 116. Houden de nadere wijziging van de wet bekwame burgers van de Caribische gemeenschap, Staatsblad 2006, nummer 19, zoals gewijzigd bij Staatsblad 2008, nummer 29. Houden de wijziging van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs, Staatsblad 2017, nummer 42. Voorzitter, in overweging genomen hebbende dat in het kader van de versterking en bevordering van de handhaving van de arbeidswetgeving het noodzakelijk is de arbeidswetten en zevental, zoals ik eerder zei, nader te wijzigen. De arbeidsgeschillenwet 1946 speelt een belangrijke rol in het onderhouden van goede arbeidsverhoudingen, wat ook invloed heeft op de economie en de sociale rust. De arbeidswet op zichzelf van 1963 speelt een heel belangrijke rol in het regelen van de werk en rusttijden op de werkplek, wat mede bepalend is voor de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en de productiviteit in bedrijven. De ongevallenregeling, SOR, op zichzelf beschermt de werknemers die aan hun afhankelijke personen en de werkgever tegen financiële consequenties bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten beschermen. De bedoeling van de vakantiewet. Wat is de bedoeling van de vakantiewet 1975? Is om een jaarlijkse betaalde vakantie te garanderen voor elke werknemer met de overeenkomst, ongeacht de positie en type arbeid. De wetten die thans zijn voorgehouden aan uw college zijn te beschouwen als een correctie op weg naar de integrale herziening van de genoemde wetten. Met name de wetten uit de jaren 40 en arbeidswet van 1963. Dus je zou kunnen zeggen, dat is wetgeving op het stuk van de arrangementen die je maakt als land om de arbeidsomstandigheden in ons land zodanig te regelen dat ze gaan voldoen aan de voorwaarden die wij thans stellen, omdat intussen ook ons land zich heeft gecommitteerd en ook een aantal ILO-verdragen heeft geratificeerd. We hebben in ons land het voornemen geformuleerd een aantal jaren terug om ook op het stuk van de arbeidswetgeving dat aan te passen aan de grondwet, maar ook aan regionale wetten en aan internationale verdragen, met name van de ILO. Een aantal wetten die
vanmiddag worden besproken, zijn uiteraard een tijdje terug voorbereid. En het is goed om op te merken dat de regering het project van decent work, decent verhoudingen, niet alleen maar ook wat betreft salarisuitkering, dat dat ook voldoet aan de criteria van decent. De arbeidsgeschillenwet moet inderdaad herzien worden. De ongevallenwet idem dito. De vakantiewet, de veiligheidswet en dat zijn inderdaad wetten die middels commissies die in de tijd een aantal jaren terug vanaf 2016 en die hebben hun werk gedaan en ik neem aan dat de regering binnenkort de voltooiing van dat werk gaat presenteren door die wetten ter herziening aan te bieden aan ons college, waardoor de fundamentele zaken op het gebied van arbeidswet, vakantie, veiligheid, ongevallen en arbeidsgeschillen uiteraard bemiddelingsraad met het college kan worden bediscussieerd. Ja, voorzitter. Voorzitter, zoals eerder gesteld door de andere leden, gaat het bij deze om de, zeg maar, de boetes meer ruimte te geven. Omdat, kijk, in een geciviliseerde samenleving, en als je een rust wil hebben in jouw arbeidsveld, dan is de handhaving van wetten, en wanneer je een wet hebt, zaken die, zeg maar, de mensen dwingen om zich aan de regels te houden en wetten, zijn de boetes. En we weten allemaal wat de relevantie is, waarom we allemaal hier staan vandaag voor deze wijzigingen. Voorzitter, zoals in de memorie van toelichting staat dat veiligheid een fundament is wanneer het gaat om de bescherming van werknemers. Voorzitter, graag wil ik van de regering weten hoe veilig onze arbeiders werken. Vooral wanneer we horen uit de verschillende hoeken waar arbeiders, onze werknemers, in onzekerheden werken. De leden voor mij hebben het al aangekaart waar mensen werken. Ze kunnen geen lening aangaan. Ze worden, zeg maar, door dat systeem bedreigd, waardoor ze, zeg maar, geen duurzame zaken kunnen doen met de bank, want er is geen zekerheid. Voorzitter, we vragen de regering om hier naar te kijken. Hoewel we nu op dit moment niet staan om te gaan voor de integrale wijziging van de wetten, maar dat wij gaan proberen om de boetes aan te pakken. Met betrekking tot ter beschikkingstelling van de intermediairsvergunning. Voorzitter, de wet is niet geagendeerd, maar ik ga toch over dit vraagstuk praten. Omdat als regering, wij doen ook een beroep op de regering om te kijken naar dit stuk, wanneer het gaat om het verstrekken van werkvergunning aan intermediairs, omdat hier begint het. Als je de mensen niet in de gelegenheid stelt. Oké, voorzitter. En voorzitter, zoals eerder gesteld, gaan we voor de integrale wijziging van de wetten. En in feite, als je mij vraagt, is er niks meer en minder om, zeg maar, te zeggen van dat we niet kunnen meegaan met de wijziging van deze wetten. Omdat het is al vrij duidelijk waarvoor we gaan. In het vervolg gaan we voor de integrale wijziging van deze wetten. Vooral waar we zien van dat ruimte is voor verbetering. In ons land vooral. Wanneer het gaat om onze eigen mensen, onze eigen arbeiders. Dan bij deze wil ik het totaal parlement oproepen om voor de wijziging te gaan. Dank u wel, voorzitter. Wanneer ik kijk naar de wijzigingsvoorstellen voor deze arbeidswetten,
dan zien we dat de rol van arbeidsinspectie steeds zwaarder wordt in het geheel van die hele arbeidswetgeving. Maar wat ik niet zie en wat ik niet hoor, is de duidelijke weg die we willen bewandelen met arbeidsinspectie. En ik denk dat we bij elke vergadering, wanneer we praten over arbeidswetten, de rol van arbeidsinspectie steeds wordt bekeken. Maar wat ik niet merk, is dat het ministerie bitter weinig doet om de rol van arbeidsinspectie zodanig te vergroten, dat we eigenlijk, wanneer we kijken naar de arbeidsinspecteurs, we ze een zodanige positie geven dat ze veel beter gaan verdienen. Want wat we willen doen, en dan neem ik ook mee de wet van BTW, waarbij het ministerie van Financiën tracht om die informele sector formeler te maken. Dat wil zeggen, de rol van arbeidsinspectie gaat steeds groter worden, want alles wat formeel is, valt dan onder arbeidswetgeving. Maar ik merk dat dat niet wordt gedaan. Dus wil ik weten van via de voorzitter aan het ministerie, wanneer krijgen we een geprofessionaliseerde arbeidsinspectie, maar meer nog een sterkere wetgeving om onze arbeidsinspecteurs beter te betalen, dat is één, beter te situeren, dat is twee, en ervoor te zorgen dat ze gedecentraliseerd werken. Want het steeds veranderen van die wetten en er niet voor zorgen dat we een sterkere arbeidsinspectie hebben, is nog steeds een creëren van papieren tijgers. En dat is mijn probleem. Dan eerder had ik gepleit voor, of beter gezegd, een lans gebroken, voorzitter, voor de arbeiders die op contractbasis te werk worden gesteld bij de multinational. Ik heb het gehad over jongens, maar ik moet aangeven dat het zowel gaat om vrouwen als mannen, voorzitter. Maar voorzitter, we zijn blij en met die ondersteuning, voorzitter, dat de regering serieus deze case bekijkt en zodanig maatregel treft, voorzitter, dat er geen mazen meer voorkomen in de wetgeving, voorzitter. Dat en bedrijven dan wel werkgevers dat niet uitbuiten en in hun voordeel, voorzitter. Maar ik begrijp dat die twee wetten over arbeidsbemiddeling en nog een andere wet nog aan de orde gesteld moeten worden. Maar misschien in deze fase en wanneer de regering in eerste ronde aan het woord zal komen, dat men ons alvast een voorschot en presenteer hoe men en daar tegenaan kijkt, voorzitter. Want op dit moment, u staat er niet bij stil, hoeveel gewezen werknemers van Rosebel en Goldmine die thuis zitten om binnen 6 weken weer op 6 maanden opgeroepen te worden voor om eventueel te werk te worden gesteld. Kijken, voorzitter. En er zijn ook toekomstige arbeiders. Het is niet te doen, voorzitter, om met name Surinamers, werknemers, zo'n bejegening te geven. Voorlichting is inderdaad heel cruciaal voor wat betreft arbeidswetgeving. En in dat kader zijn er verschillende trajecten opgestart. De afdeling juridische en internationale zaken, waarvan de meesten hier achter me zitten, die zijn al een tijdje bezig om de districten rond te gaan, om informatie te verscheffen aan werknemers, bestuursdiensten en de private sector over de arbeidswetgeving. Ze zijn geweest in Kommerwijnen, ze zijn geweest in Wanica Noord. Recentelijk waren we ook nog in Brokkepondo om daar voorlichting te geven. Zodat ondernemers, werkgevers, bestuursdienst toch op de hoogte zijn van de relevante arbeidswetgeving die gelden in Suriname. Maar we zijn ook op andere manieren bezig om kennis van de arbeidswetgeving te verspreiden. Zo is er ook een seminar gehouden in Stiefus om weer ondernemers, werkgevers, HR-managers, etc. bekend te maken met de arbeidswetgeving in Suriname. We gaan als AWJ ook uit van het principe van sociale partners. En dat zijn het bedrijfsleven en de vakbeweging. En we bieden ze te alle tijden aan dat
als ze sessies willen over arbeidswetgeving of andere relevante aspecten van het arbeidsbeleid, dat we bereid zijn om met ze in conclave te gaan, om ze te informeren over wat de vigerende arbeidswetgeving is, maar ook over andere aspecten van het beleid van het ministerie, zowel bedrijfsleven als vakbeweging. En als minister heb ik geparticipeerd aan een paar sessies met beide actoren. En we blijven bereid om op dit soort zaken in te gaan. Daarnaast hebben we nog onze afdeling voorlichting, die toch wel probeert om middels arbeidstips, maar ook jeugdtips, om kennis te verspreiden over relevante arbeidswetgeving of over relevante artikelen in de arbeidswetgeving, om zodoende meer awareness te creëren. En uiteraard kunnen werkgevers, werknemers ook te alle tijden terecht voor informatie op het ministerie. Voorzitter, er is ook gesproken over de multinationals. De vigerende arbeidswetgeving voor de multinationals is dezelfde wetgeving die geldt voor micro, klein, middel, grote bedrijven in Suriname. Ze hebben geen exemption voor wat betreft arbeidswetgeving. En een van de zaken die geregeld is in de Delfstoffenovereenkomst is dat ze elk jaar een rapportage moeten doen over hun personeel. Met name het aantal Surinamers die ze in dienst hebben. En dat gebeurt ook. Dus we zijn in staat om de ontwikkelingen te volgen bij deze multinationals. Een paar weken terug had ik Nieuwmond nog op bezoek, die mij omstandig hebben geïnformeerd over het aantal Surinamers daar in dienst, over het aantal uitzendkrachten die nu permanent in dienst zijn genomen bij ze, noem maar op. Dus we moeten toch wel voorzichtig zijn wanneer we hier blanco statements maken, alsof de multinationals zich niet hoeven te houden aan de arbeidswetgeving. En u weet, voorzitter, ik heb altijd gezegd van you cannot pick and choose welke wetten je wil naleven. Wetgeving in Suriname is wetgeving, dus ook arbeidswetgeving, daaraan zal men zich moeten houden om zodoende ervan verzekerd te zijn dat de beleidsuitgangspunten, het beleid van het ministerie voor wat betreft realisatie van decent work, niet in gedrang komt in Suriname of in delen van Suriname. Ik ben het volkomen eens met het lid BOVA, voorzitter, dat de labormarkt in Suriname, arbeidsmarkt, zeer gedifferentieerd is. Dus je kan er niet van uitgaan dat wat in de CAO staat van bepaalde bedrijven, dat dat ook ingang heeft gevonden in het micro, klein of middelgroot bedrijf. Dus daarom is het toch wel goed dat we bepaalde zaken in acht blijven nemen, voorzitter.